Ik ga iets proberen waar ik waarschijnlijk heel veel spijt van ga krijgen. Hallo jongens en welkom terug bij mijn kanaal. Zoals je ziet ben ik niet thuis. Ik sta voor een Ethos. En dat komt omdat Ethos vanaf 25 juni alle filialen van Ethos de Essence producten gaan verkopen. En wij gaan vandaag even kijken hoe ze hier erbij liggen. Want ik ga vandaag met allemaal Essence producten mijn ultieme summer make-up look maken. En vandaar dat ik ook geen make-up op heb. Maar daar komt natuurlijk verandering in zometeen. Er is ook een winactie in deze video. Maar daar vertel ik zo meteen even wat over. Maar eerst gaan we even de Ethos binnen om even te kijken hoe Essence producten erbij liggen. En daar is hij dan, het Essence schap. En hier ga ik even allemaal make-upjes scoren die ik nodig heb voor mijn ultieme summer make-up look. Oké, even kijken. Ik denk dat ik ook een poeder nodig heb. Ik ga mijn Essence Magical Summer Make-up look maken. En ik heb mijn basis al opgedaan. Ik heb foundation op en ik heb concealer op en ik heb poeder en mijn wenkbrauwen gedaan. Dus ik ga meteen door naar de bronzer. Want in de zomer willen we natuurlijk mooi gebronsd zijn. En dat ben ik nu nog niet. Maar gelukkig kunnen we dat faken. En dit is hoe het eruit ziet. De Essence Sun Club Matte Bronzing Powder. Ik ben heel blij dat die mat is. En ik ben super benieuwd hoe het eruit gaat zien op mijn wangen. Oeh, er komt een geurtje vanaf. Doet me heel erg denken. Nou, eigenlijk niet heel erg. Het doet me een klein beetje denken aan een kokosnoot. De bronzer breng ik hier even aan. Ik probeer echt mijn lijn hier te volgen. Ik kijk even naar de spiegel hoor. Maar als ik zo doe, dan zie je een lijn. En ik probeer daar een beetje boven te zitten. Ik breng het ook aan op mijn voorhoofd. Zodat het allemaal één geheel gaat worden. En ik breng het ook aan op mijn kin en een beetje op mijn onderkin. Om die soort van weg te werken, hoop ik dan maar. Ik heb hier een hele lieve en een hele schattige oogschaduwpaletje. Maar ik ga hem ook gebruiken voor mijn wangen. Dit is hoe het paletje eruit ziet. En deze heet Mermaid Eyeshadow Box 03 My Shell is My Castle. Volgens mij heeft Essence nou heel veel van dit soort oogschaduwpaletjes. Je hebt het in heel veel kleuren. Ze zijn super budgetproof. En daar hou ik heel erg van. Ik zie hier een aantal blauwige kleuren. Beetje groenachtig. Roze, beetje paarsachtig. En een hele grote gouden glitterkleur. Die vind ik heel erg mooi. Ik ben zelf niet zo gek op blauw. Maar gelukkig wel op roze en paars. Dus die ga ik sowieso gebruiken voor mijn ooglook. Maar dus ook voor mijn wangen. En ik probeer een beetje in deze kleur te gaan. Misschien is het zelfs een beetje te licht hoor. Oké, ik ga deze twee maar even mixen met elkaar. Een beetje aftikken. Ja, dit geeft een hele subtiele glans. Maar het geeft ook net even dat effect wat je van een blush ook krijgt. Dus ik vind het eigenlijk best wel mooi. En dan heb ik straks mijn ogen en mijn gezicht wat meer met elkaar gematcht. Als we dan toch hiermee bezig zijn, ga ik ook direct even mijn ogen doen. En jullie kennen mij, of misschien niet. Maar ik gebruik meestal maar één kwastje voor mijn hele ooglook. Want waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? En ik ben het levende bewijs dat je prima een ooglook kan maken met één kwast. Of misschien soms twee. Ik gebruik eerst de roze kleur voor mijn hele ooglid. Jullie denken nu waarschijnlijk, Chris, wanneer ga je beginnen over de winactie? En er is een hele coole, vette, toffe, grote winactie van Essence. Jij kan namelijk een jaar lang gratis Essence make-up van de Ethos winnen. Maar wat moet je dan doen om kans te maken? Ten eerste gaan we naar de Ethos toe en scoren even jouw favoriete Essence producten of Essence producten die je graag een keer wil uitproberen. Maak daarmee jouw ultieme summer magical make-up look. En deel daarvan een foto op je Instagram pagina met de hashtag EthosEssence. En zo maak je dus automatisch kans. Mocht jij geen Instagram hebben of iets anders, dan is er ook nog een andere manier om mee te doen. Je kan namelijk je foto uploaden op de actiepagina van Girlscene. En linkje daarvan staat in de beschrijving van deze video. Ondertussen maak ik mijn oog even iets meer roze. Ik ga het wat meer naar beneden blenden. Het is een hele softe look geworden. Maar misschien kunnen we die straks opleuken met wat glitters. Maar ik heb eigenlijk nog iets anders leuks voor jullie. Ik pak ondertussen nog een kwastje erbij. Dus we hebben er twee nodig vandaag. Wil jij 25% korting op alle make-up van Essence? Download dan even de Ethos app en meld je aan voor mijn Ethos. En that's it. Oké, ondertussen ga ik toch nog even in deze kleur hier. Want deze vind ik eigenlijk wel mooi.
Maar ik gebruik gewoon nooit blauwe kleuren. En vandaag ga ik dat toch even doen voor mijn onderste wenkbrand. Om het toch even wat speelser te maken. En dat breng ik zo aan. Dus ik ga echt onder mijn wimpers door. En je kan het natuurlijk net zo intens maken als dat je het zelf wil. Je kan natuurlijk er ook voor kiezen om je kwastje even nat te maken met fixing spray of met water. En daarmee maak je glitteroogschaduw iets intenser. Maar dat is eigenlijk niet echt waar ik vandaag voor wil gaan. Mijn conclusie over dit paletje. Als je echt voor pigment wil gaan, kies even een andere. Dan gaan we door naar de eyeliner. En ik heb hier de Essence Eyeliner Pen in Waterproof. En dit is hoe het eruit ziet. En je hebt hier een heel strak pennetje. Dit soort eyeliners vind ik zelf echt het handigst in gebruik. Dus ik ben benieuwd hoe deze me gaat bevallen. Als ik een winged eyeliner wil zetten, begin ik altijd aan het uiteinde van mijn oog. En dan zet ik gewoon een punt. En die probeer ik zo naar beneden te trekken. Het is echt altijd heel erg moeilijk om uit te leggen hoe je eyeliner moet doen. Want ondertussen moet ik me ook heel erg focussen. En dan ga ik dus naar de binnenste hoek. En probeer ik alle tussenruimte soort van in te kleuren. Hij is echt super zwart. Ik moet zeggen, mijn eyeliner is best wel goed gelukt. De kunst is om natuurlijk bij je andere oog het net zo mooi te krijgen. En dat wil wel eens misgaan. Probeer altijd heel goed te kijken van oké, waar begint het? Oké, ongeveer daar. En toch is het altijd anders, maar dat maakt niet uit. Hij is heel makkelijk in gebruik. Ik vind hem echt helemaal top. Super zwart. Als je je ooglid aanraakt, geeft hij meteen super zwart af. En dat zie ik ook niet altijd bij alle eyeliners. Dus ik vind deze echt helemaal top. We gaan door naar mascara. En ik heb eigenlijk twee nieuwe mascara's van Essence. De Super Curl of de Volume Hero. En ik ben eigenlijk best wel fan van mascara's combineren. Dus ik denk dat ik dat vandaag ook ga doen. Maar ik ga ze eerst even aan jullie laten zien. Dit is de Super Curl mascara. Een hele leuke verpakking ook. En dit is hoe het borsteltje eruit ziet. Hij is wel gebogen zoals je dat kan zien. En dit is de volgende. En dit heeft ook een super fijn borsteltje. Gewoon een plastic borsteltje en recht. Dus ik denk dat ik even met deze mascara ga beginnen. Of zal ik met die andere beginnen? Nee, ik begin even met die andere. Daar gaan we, jongens. Dus deze mascara moet mijn wimpers krullen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan gaat. Oh, ik heb wel een leuk idee. Ik ga dus deze oog met deze doen en de andere met die andere. Zodat we echt even misschien het verschil kunnen zien of zo. Met elkaar vergelijken. Dat vind ik altijd wel leuk. En dan gaan we nu even door naar de andere oog. Ik merk nu al best wel veel verschil tussen de twee. Deze mascara die ik nu aan het opbrengen ben, lijkt veel vloeibaarder of zo. Even kijken. Als ik naar beide mascara's kijk, zo op deze manier, dan zie ik weinig verschil. Toch merkte ik wel verschil tijdens het aanbrengen. Ik vond dat deze kant veel wateriger was, maar wel prettiger aanbracht dan deze kant. Maar deze kant is dan weer wat dikker. Nou, dat kan ik eigenlijk wel zien. Mijn wimpers zijn aan die kant wel echt wat dikker dan aan deze kant. Maar dat is heel erg moeilijk om dat op beeld over te laten komen. Dus het verschil is niet heel erg groot. Dan doe ik even snel de onderwimpers. Oké, dan gaan we door naar mijn favoriete deel en dat is de highlighter. En ik heb best wel veel verschillende dingen voor de highlighter. Wat ik graag wil gebruiken en ook eigenlijk nog iets voor mijn ogen. Want ik heb ook nog een vloeibare oogschaduw van Metal Shock. Dus deze wil ik eigenlijk nog een beetje in mijn binnenste ooghoek aanbrengen. Maar ook een beetje als mijn highlighter. Dit is hoe het eruit ziet. En het is in de kleur 01. Het is echt heel erg goud en heel erg aanwezig, denk ik. Dus dat is ook wel leuk. Ik breng het aan hier in mijn binnenste ooghoek. Ik denk dat ik het nog wel moet uitblenden. Dus het hoeft niet heel netjes. Zo, shining. En dan ga ik zo even met mijn vinger. Oké, dat werkt niet. Ik ga even met een kwast de harde lijnen wat proberen te vervagen. Ik heb er veel te veel op gedaan. Wacht even hoor. Ja, zo vind ik het leuk. En dan ga ik dat ook gebruiken als mijn highlighter. Dus dat wordt een hele heftige highlighter. Maar ja, we hebben voor de rest eigenlijk best wel een simpele look. Dus dat maakt niet uit. Ik breng even wat aan op mijn hand. Want ik durf niet zo in één keer erin te gaan. En dat ga je zo een beetje stippel, stippel, stippel. Werkt mijn grandieus goed idee niet? Misschien even wat meer. Yes! Het werkt! Oké, andere kant.
Goed, we hebben lekker veel highlighter. Maar ik wil eigenlijk nog iets meer om nog wat speelser te maken. Want dit is natuurlijk heel erg goud. Maar het zijn ook voornamelijk losse glitters wat ik op mijn huid zie. En ik heb hier ook nog een highlighter stick van Essence. En dit is de Hollow Wow Sparkle. En het is in de kleur 10 Sparkles in Your Life. En dit is hoe het eruit ziet. Dit heeft net een beetje een rozigere gloed. En dat vind ik heel bijzonder. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon even toevoegen aan mijn look. Oh, wauw. Ik heb echt het idee dat het reageert op warmte of zo. Want hij is best wel wit. En hij is zo roze. Zie dat? Ik merk trouwens dat ik mijn highlighter sticks het liefst op deze manier aanbreng. Want anders verschuif ik mijn foundation. En als ik het zo op deze manier aanbreng, dan gebeurt het niet. Dan wil ik hier nog een beetje highlighter. Nou, ik vind deze roze highlighter op mijn lip eigenlijk niet zo heel mooi. Dus ik ga weer terug in het oogschaduwpaletje. En ik ga even die glitterkleur gebruiken. Kijk. En dan gaan we door naar de lippen. En ik heb eigenlijk twee dingen waar ik tussen twijfel. Een beetje een meer bruin nude variant hier. Of een knalrode lip. En ik twijfel heel erg. Maar ik denk dat rood een beetje gaat vloeken op dit moment. Ik heb hier eerst een oogpotlood, wou ik zeggen. Een lippotlood. En dit is de Essence Draw the Line Instant Color Lip Liner. En dit is in de kleur 05. En dit is de kleur. Dus hiermee ga ik mijn lippen omlijnen. Oké, ik schiet nu al uit. Hij is zo boterig. Even kijken of het eigenlijk een match is met de lipstick. Want daar begin ik ook een beetje aan te twijfelen. Ik heb een Color Up Shine On lipstick in de kleur 10. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Hij doet me heel erg denken aan TikToks. Lekker. En dit is de kleur, dus ik hoop echt dat het een beetje een match is. Oh, dit heb ik niet helemaal verwacht, maar ergens ook weer wel. Het kan wel, dit. Dit kan prima. Ik heb nou echt, zeg maar, echt goed met elkaar uitgeblend. Wat vinden jullie van deze look, jongens? En dan bedoel ik nu echt even de lipstick. Wat vinden jullie hiervan? Ik denk dat ik hem er even af ga halen en alleen deze op ga doen. En nu heb ik dus alleen de lipstick op. En ik ben heel erg aan het twijfelen over wat ik ervan vind. Want ik vind het op zich wel leuk. Maar ik ben natuurlijk meer een fan van matte lipsticks. Alleen, ik vind het wel wat hebben. En het voelt best wel lekker op mijn lippen. Alsof mijn lippen gewoon goed gevoed zijn en eindelijk een keer niet super uitgedroogd. Eigenlijk wil ik de look nog een beetje opspijzen. En ik ga nog even wat glitters gebruiken. Het is natuurlijk de magical summer look. Dus er moet ook iets magicals gaan gebeuren, vind ik. Dus ik ga deze losse glitters gebruiken van Essence. En ik heb het in de kleur of soort in 03. En het heet Life of the Party. En dit is hoe het eruit ziet. Het is dus echt een potje met allemaal losse glitter. Ik heb nog geen idee hoe dit eruit gaat zien. Of hoe dit blijft plakken op mijn gezicht. Maar ik heb natuurlijk van dat highlighter op. Wat nog een beetje plakt. En volgens mij werkt het wel. Ik wil eigenlijk nog iets meer van de glitter op. Maar dit schiet niet op zo. Wacht even hoor. Ik ga iets proberen waar ik waarschijnlijk heel veel spijt van ga krijgen. Woe! Juist. Inderdaad. Alles zit eronder. Ik vind het wel schattig. En ergens lijken het gewoon sproetjes. In ieder geval wel genoeg glitter op mijn handen. Oké. Wacht. Dit hoort hier niet. Probeer maar een glitter van je gezicht af te halen. Mission impossible. Jongens, en dit was mijn Essence Summer Magical Makeup look. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat me even bij de reacties weten wat je van mijn look vindt. En vergeet niet om mee te doen aan de winactie. Alle informatie vind je nog even in de beschrijving voor alle duidelijkheid. En ik wil jullie nu heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer.